Jonathan Opoku, de zoveelste teleurstelling die jullie moeten verwerken. Wat vond je van het spel? Ja, het is wel, je ziet wel inzet van de jongens natuurlijk. En, ja, we hebben wel, ik denk, zeker vechtlust laten zien. Alleen ja, tegen Feyenoord weet je gewoon tot de lastige wedstrijd wordt. En ja, het zijn ook mooie wedstrijden. En ik denk dat wij ons best hebben gedaan om daar een hele mooie wedstrijd van te maken. Alleen helaas vallen de twee goals in waar Feyenoord niet echt grote kansen had gehad. En toch vallen de twee goals in. Dat is toch misschien wel het verhaal van deze competitie dat de tegenstander ongelooflijk effectief is met de tegentreffers. Ja, klopt. Het is dat is zeker zo waar. Ja. Daar is niks aan gelogen. Als je dat gaat vergelijken met vorig seizoen, is het natuurlijk een beetje vreemd, omdat je nu een totaal ander wedstrijd of elftal hebt. Maar vorig seizoen bleven jullie heel erg lang altijd kunnen hopen op een resultaat. En dit jaar, op een of andere manier, valt het gewoon niet goed. Nou, ik denk dat deze wedstrijd nog wel meeviel. 2-0 achter tegen Feyenoord, natuurlijk lastig. Maar je ziet wel dat we bepaalde momenten in de tweede helft goed druk erop hadden. En ook wel hun onze wil konden opleggen. Alleen, dan moet je ook scoren. En nu wordt het 3-0, dan lijkt het natuurlijk een makkelijke avond of een makkelijke dag voor Feyenoord. Maar ik denk zeker niet dat de supporters en iedereen die de wedstrijd heeft gezien het zo ziet. Maar het is jammer. Vorig jaar vlogen sommige ballen misschien er niet in. Of bleven we langer in de wedstrijd. Maar als je nu de 2-1 maakt, dan zit je ook weer in de wedstrijd. Of het langer op 1-0 houdt. Ja, want jullie, Feyenoord creëert eigenlijk helemaal niks in de tweede helft. Nee, in de eerste helft, de 1-0 is een goede goal. Maar de 2-0, ja, dat is kwaliteit. Maar dat is ook geen echte kans. En daardoor is het extra zuur dat je weer eigenlijk weinig weggeeft. En zelf ook wel redelijk spel op de mat legt. Maar ja, we krijgen toch 3 goals tegen. En dat is wel tekenend voor dit seizoen. Ja. Als je naar het aanvalspel kijkt, jij bent zelf aanvallen, vind ik af en toe. Maar ja goed, wie ben ik? Dat het erg lang duurt. En soms denk ik van waarom niet sneller gewoon een keer uithalen op die goal? Ja, dat is ook zo. Als je niet schiet, dan kan je ook niet scoren. En, vandaag, de jongens hebben het geprobeerd, maar het is helaas niet gelukt. En dat is wel een aandachtspuntje, ook dit seizoen, om toch wat meer te gaan scoren. Want iedereen doet hun best en de verdedigers die proberen natuurlijk ook de nul te houden. Maar ja, je weet ook, je kan de goals tegenkrijgen. Maar het zou ook wel eens lekker zijn voor het team als de aanvallers een goal maken. Er kwam ook wat reactie van een deel van het publiek naar de trainer. Hoe heb jij dat beleefd? Oh, dat heb ik zelf niet gezien. Maar dat hou je toch bij een voetbalclub. Als het minder gaat of mindere resultaten, dan wordt het vaak naar de trainer toegeleid. Maar wij moeten gewoon als groep ons stinkende best doen en zorgen dat we punten gaan pakken. En jullie staan achter de trainer? Ja, wij staan als groep achter de trainer en we hopen gewoon als team, zoals dit team is, gewoon punten te pakken en laten zien tot we gewoon een goed team hebben en zeker voor lijstbehoud in de Eredivisie gaan. Ik vind jou heel, heel rustig, zo helemaal niet in paniek. Met andere woorden, het komt goed volgens jou? Ja, het komt goed. Mensen zeggen wel vaak dat ik er rustig uitzie en alles rustig oppak. Maar het is natuurlijk een beetje crisis. Dat weet iedereen. Vooral na woensdag ook weer, waar ik zelf ook in het team stond toen. Dat komt wel aan. En dan denk je wel van, komt dit nog wel goed? Maar ik heb er zeker alle vertrouwen in tot dit nog goed kan komen. Dankjewel.